Dit is Vaticaanstad. Vandaag bezoek ik het Vaticaanmuseum en de Sint-Pietersbasiliek. De Vaticaanmusea zijn een van de populairste attracties in Rome. Er zijn zoveel bijzondere zalen en verborgen schatten dat je er dagen in kunt rondbrengen. Ik kan je aanraden een gids te nemen, dan haal je het meeste uit je bezoek. In deze hal hangen Vlaamse wandkleden. Het ontwerp is gemaakt door Raphaël. De kleden zijn gemaakt in België in de school van Pieter van Aalst. De Renaissance pausen Julius II en Leo X liet hun luxueuze huizen versieren door de beste kunstenaars. En dat betekende dat ze Raphaël inhuurden. De School of Athens is een fantasievolle verzameling van de grootste filosofen, wiskundigen en denkers uit de klassieke oudheid. Ze zijn allemaal samen op dit schilderij, ook al kwamen ze van verschillende plaatsen en verschillende momenten in de tijd. De belangrijkste attractie in de Vaticaanse musea is de beroemde Sixtijnse kapel. De fresco's die de muren en het plafond bedekken zijn adembenemend. Michelangelo werkte hier gedurende 4 jaar aan meer dan 40 scènes. Dit is ook de ruimte waar de kardinalen bijeenkomen om een nieuwe paus te kiezen. Dit is het kunstwerk Angels Unawares van de Canadese kunstenaar Timothy Schwartz. Volgens de paus moet je vooral letten op de blikken van de mensen. De blik van hoop die elke migrant vandaag heeft om opnieuw te beginnen met leven. Als je voldoende fit bent, raad ik je aan om de koepel van Sint-Pieter te beklimmen. De klim naar boven bestaat uit 551 traptreden. Je komt dan eerst aan de binnenkant van de koepel.
Je hebt een mooi uitzicht over de binnenzijde van de Sint-Pietersbasiliek. Daarna ga je naar buiten en kijk eens wat een geweldig uitzicht je dan hebt. Na het bezoek aan de koepel kom je vanzelf in de basiliek. De kerk is enorm. Hij is gebouwd in de vorm van een Latijns kruis en is maar liefst 220 meter lang en 150 meter breed. Er kunnen hier diensten gehouden worden voor wel 60.000 man. Als je een bezoek brengt aan de stad Rome, dan hoort daar ook een bezoek aan het Vaticaan bij. Ik hoop dat je dit een interessante video vond. Tot de volgende!